een hele goede morgen. Ik ben nog steeds in het prachtige Parijs, internationaal event in Jardy. Vandaag is de dag. Het is zo mega slecht weer. Het terrein is super nat. Er staat een mega, mega vette dikke cross gebouwd. Maar ja, het terrein is wel heel erg nat. Dus dat betekent dat we echt even goede schroeven moeten zetten. Goed met de omstandigheden moeten doen. Want we willen natuurlijk voor die tijd gaan, maar wel met mate dat het te doen is. Dus dat is nu even waar we op gaan focussen. Ik ben super zenuwachtig. Maar ja, dat is wel te verwachten als je 2 paarden in een 3-ster gaat starten. De druk ligt erop. Ik heb goed gedressuurd. Ik heb goed gesprongen. Dus ik ben hartstikke blij hoe het allemaal is gegaan. En nu is het gewoon nog 1 onderdeel, de cross. En ja, daar wordt natuurlijk het grootste klassement op gemaakt. Dus we gaan alles eraan doen. Maar het wordt wel serieus pittig. En ik ga kijken in hoeverre ik jullie deze dag mee kan nemen. Natuurlijk hopelijk zoveel mogelijk. Maar ik hoop dat ik het allemaal niet vergeet door de stress. Nou, heel veel plezier met meekijken naar deze mega vette cross. En uiteraard zet ik mijn GoPro op en neem ik jullie gewoon weer helemaal mee in dit avontuur. Inmiddels is het zover en zijn we Gem weer aan het opzalen en ons helemaal aan het klaarmaken voor de cross. Waar ik over 10 minuten zal ik op camper gaan. Dan gaan we losrijden. Dan gaat het beginnen. I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got. In de afgelopen vlogs heb ik veel comments gehad waarom wij witte eventingcrème op de benen van onze paarden smeren. Dit doen wij in de cross, zodat mocht het paard tegen de hindernis aankomen, dan glijdt hij door deze crème als het ware over de hindernis heen. En dat voorkomt natuurlijk dat hij wondjes oploopt of andere dingen. Dus het is echt om over de hindernis heen te glijden. En je moet altijd opletten dat het spul niet aan je teugels komt, want dan wordt dat heel glad. Go, Casey! Good boy, Ken! Good boy! Good boy, Ken! Fantastisch, hij is gewoon helemaal foutless in de 3-ster cross en dat is zo cool. Inmiddels kom ik dus uit de cross met Gember, wat fantastisch ging. En nu ben ik even nog een paar lijntjes aan het kijken, even de focus op Galante. Even een ander plan maken. Galante is een totaal ander type paard, veel grotere galop, veel ruiger. Dus even een ander plan maken en dan gaan we straks, over een half of een uurtje gaan we alweer van start met Galante. En die vind ik behoorlijk spannend, want de laatste cross is natuurlijk iets minder gegaan. En ik wil gewoon heel graag weer eens even knallen met haar, want ze is zo fantastisch. Kijk hoe ze het gisteren deden, het springen, dat hebben jullie in de vorige video gezien. Dus ja, kom aan, laten we die cross even rocken vandaag. Dat is wel echt wat we zo graag willen. En het enige wat we daarvoor doen is heel hard werken. From a different star, flying over streets and our broken hearts, but they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Ooh, getting caught in the mist is a minute that never get out.
Milstreams Galant en ik hebben dus gewoon een foutloze 3-ster cross hier zo in het gave Parijs Chardy. En deze dag kan niet meer stuk. We zijn zo blij met elkaar. Oh, we did it! We did it! You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Alle spullen er weer op. Ik heb super hulp gekregen van mijn hele team. De paardjes staan erop, dus die gaan weer lekker naar huis. Het was een hele gave wedstrijd. Ik heb super genoten. En jullie super bedankt voor het kijken naar deze video. Blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. We hebben onze 3-ster kwalificatie gehaald. Woehoe! Doei doei! Doei.